Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij Keyboard 36 in de reeks van 50 gratis pianolessen en keyboardlessen die wij op internet en op YouTube hebben gezet. Het nummer Capriccio Italien is eigenlijk een klassiek nummer, het is van Tchaikovsky, maar veel mensen kennen hem veel meer onder de naam Bianca. En dat is een Duitse slager uit de jaren 70, 80 in die geest. Geen gemakkelijk nummer, ja. Ik heb hem een beetje een lastige zelfs gemaakt door in dit nummer al het D-mineur-akkoord te introduceren. Het D-mineur-akkoord is een akkoord, een laag akkoord. En zo wordt het vaak gezien. Als ik het F-akkoord heb, ja, en ik zou hem twee posities naar beneden doen, dan kom ik op D-mineur-akkoord. F-A-D, dat is een heel lage noot. Pakt u maar eens een C-akkoord. Dit is een C-akkoord. Dit is een G-akkoord. En die duim moet u laten staan en dan gaan de onderste twee noten nog in lager. En dan komt u op D-mineur. Dus G-akkoord, D-mineur, FAD, F-A-D. Hij staat natuurlijk ook op de akkoordenkaart. Ik kijk even bij de D, daar is de D, daar staat de D-mineur. Ziet u wel? F-A-D met 5-3-1. Hoewel dit akkoord ook in een omkering voorkomt en dan speel ik ADF. Dus u moet weten met akkoorden in welke volgorde ik de noot op maar speel. Of ik nou speel ADF of ik zelf spelen hier een D, ik kan hem nog net zien. En daar een A en welke mis ik nog de F daar, zou het ook nog een D-mineur akkoord zijn. Die drie noten vormen samen het D-mineur akkoord. Goed. Er is nog iets wat ik wil oefenen in dit nummer en dat is de intervallen na elkaar spelen als ze snel gaan. Kijk, dit is FA, FA. Officieel zou het zo moeten F. Dan zijn ze gebonden en op die manier kan je interval spelen. Maar op het moment dat je een vrolijk nummer speelt als dit, is het ook toegestaan om gewoon de tertsen zo te spelen, dan klinken ze wat vrolijker, wat lichter. En dat is een effect die gewaardeerd wordt. Zeker in zo'n nummer wat vrolijk is als dit. Dus speelt u maar eens met mij mee. F-A. En dan gaan we trapsgewijs omhoog. En de laatste is E-G. Ziet u hem staan in maat nummer 18? Daar is F-A. En dan ga je omhoog. Tak, tak, tak. En je eindigt met E-G. En dan gaat hij weer. Tak, tak, tak. En dan is het een losse F. Wij gaan hem spelen. Dit is het tempo waarin ik heb gespeeld. Ik heb hem zelfs wat sneller gespeeld dan hij staat. Want dit is het tempo 120. Moet u zelf even kijken. Als u hem sneller kan spelen, moet u dat natuurlijk doen. Ik ga terug naar ritme nummer 90. Drie tellen voor de opmaat. En twee tellen voor de opmaat bedoel ik. 3, 1, 2. Let op de vingersetting. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Octaafhoger EGE. Rust, rust. Vies. Dus maar één vies. En verder helemaal niets. C sub 10. 1, 3. Komt ie. En dan komt ie. Stap, 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 stap. Stap, stap, stap. Stap, stap, stap. D-mineur komt hij zo. Hier. G sub 10. Oké, dat doen we nog een keer, maar dan iets sneller. 100 is mijn tempo. 1, 2, 3, 1, 2. Hoge E.
rust, rust, rust. Fis, G, E, octaaf hoger. In drie. Tak, 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 pof. Capriccio Italien. Ik vind het een leuk nummer om te spelen. Absoluut. Ik zie u graag weer terug bij nummer 37. Tot ziens.